Goedemorgen, welkom bij dit webinar over onverwachte bouwkostenprijsstijgingen en wat je daar eventueel aan kan doen. Mijn naam is Niels Wensing, ik ben manager communicatie bij Bouwend Nederland en ik mag dit webinar vandaag aan elkaar praten, dat ga ik ook doen. Door de coronacrisis kreeg onze sector te maken met aanhoudende prijsstijgingen en langere levertijden. Nu corona grotendeels gestabiliseerd is, hadden we ook gehoopt dat de prijzen van materialen en brandstoffen ook zouden stabiliseren. Daarvan is helaas nog absoluut geen sprake. Door de oorlog in de Oekraïne reizen de prijzen nog steeds de pan uit. Tijdens dit webinar gaan we proberen jullie handvatten te geven hoe je hiermee om kunt gaan. Aangeschoven aan tafel is mijn collega Arno Duiverman, jurist en beleidsmedewerker bouw- en aanbestedingsrecht. En hij start straks met een introductie. En in deel 2 zal Joost Haast, staat naast Arno, advocaat en specialist bouw- en aanbestedingsrecht bij Severijn Hulshoff Advocaten, iets gaan vertellen over indexerings- en risicoregelingen en met name over de verschillen tussen de twee. Daarna neemt Arno weer het stokje over en laat ons weten of verrekeningen van die prijsstijgingen dan ook kan. En in het laatste en vierde deel ligt Arno toe. Wat je bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten zou kunnen doen. Goed om te weten is dat tussen de verschillende onderdelen de ruimte bestaat om vragen te stellen. Doe dat vooral. Als je nu al vragen hebt, kan je ze stellen via de chat. We nemen het hele webinar op, dat is ook goed om te weten. Dus je kan het webinar ook altijd later terugkijken op de site van Bouw Nederland, bouwnederland.nl. En laten we vooral nu snel gaan starten. En ik geef heel graag mijn collega Arno het woord. Dankjewel Niels voor deze introductie. We gaan het vandaag hebben over prijsstijgingen. Als het goed is komt op dit moment mijn presentatie in beeld om een en ander wat beter te kunnen visualiseren ook voor jullie. Prijsstijgingen, oneerlijk spel om de knikkers heb ik het genoemd. En misschien herkennen jullie dat nog wel uit een publicatie in Cobouw van een tijdje geleden waarin ik ongeveer hetzelfde heb geroepen in de titel. Voelt het voor jou ook oneerlijk? En ik hoor in heel veel gevallen aannemers ja zeggen. Ja, het voelt oneerlijk als ik moet betalen voor iets wat ik maak voor een opdrachtgever. Die het uiteindelijk in eigendom verkrijgt en dat gaat exploiteren en daar de vruchten van gaat plukken. Die prijsstijgingen die maken dat ik op dit moment in zo'n situatie terechtkom waarin er soms sprake kan zijn van een verlieslatend project in plaats van de winst die wij hadden geprognotiseerd op dit project. En waarvoor doen we dit met elkaar? Uiteraard om het bedrijf levensvatbaar en te kunnen continueren, ook in de toekomst. Prijzen reizen de pan uit. Nou, daar zeg ik u niks nieuws mee. Afgelopen anderhalf jaar hebben we te maken met gevolgen van corona, maar ook gevolgen die andere oorzaken hebben gekend. En de resultaten ervan zien we in dit soort staatjes. En die krijgen wij van allerlei kanten naar ons toe. Of het nou het Economisch Instituut voor de Bouw is of leveranciers zelf. Maar we krijgen alle input en alle medewerking daarvan, waarvoor dank. En dit zijn een paar van die staartjes. En dan zien we staal, we zien wat houtsoorten, aardgas, de brandstoffen tegenwoordig. Ook een zeer actueel item. Als we het hebben over de GWW-sector, de wegenbouw, bitumen, maar ook de polymeren en kunststoffen, die doen aardig mee. En dit is maar een greep uit een grote hoeveelheid producten die er last van hebben. Ik heb ze hier nogmaals even op een rijtje gezet, maar jullie zien, allemaal doen ze hetzelfde en dat is, ze gaan omhoog. En de hele situatie in de Oekraïne heeft dat uiteraard niet verbeterd. Niet alleen doordat materialen vanuit de Oekraïne zelf moeilijk leverbaar zijn of helemaal niet leverbaar meer zijn, want waar de bommen en granaten vallen wordt er niet meer geproduceerd logischerwijs, maar ook omdat er sancties zijn. Sancties tegen Rusland, die soms ook handelsbeperkingen inhouden, maar ook sancties, tegensancties vanuit Rusland zelf. We zien ook gasleveranties die nu stokken en daardoor veel hogere prijzen. En hoe pakt dat nu eigenlijk uit? Hoe pakt dat uit als u een aanbieding doet voor een werk en u gaat beginnen met een vaste aannemsom, met een soort van niet verrekenbeding, noem het maar even zo. Want vast is toch vast, zou je zeggen. Dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Vast is vast als u een aanbieding heeft gedaan, vroegtijdig, voordat u nog maar begint met het uitvoeren van het werk en voordat u het moment van inkoop hebt bereikt.
Want inkopen doen wij in de bouw just in time, zoals dat dan zo mooi heet. En sommige bouwers hebben zelfs al een BIM-model daarvoor, het zogenaamde BIM 4D, waarbij de vierde D staat voor de tijdgerelateerde zaken. En dan kun je inkopen precies op tijd, waardoor je niet langer dan nodig zaken in voorraad houdt en de financieringskosten en opslagkosten daarvoor betaalt. Dat vertaalt zich ook weer in een lagere aannemsom. Dus dat mes dat snijdt aan twee kanten. Maar wat gebeurt er dus als uw bouwtijd een, nou ja, een relevante periode bestrijkt en het risico op prijsstijgingen niet zomaar is verdisconteerd? Heeft u zichzelf daarmee de strop omgedaan? Ik heb de fotootjes erbij gezet. Een collega van mij waarschuwde meteen van let op, probeer wel meteen dat noodnummer erbij te noemen wat u kunt draaien als u intenties gaat krijgen. Doe dat vooral niet, want het gaat ook wel weer over. Vaste prijs. Waarom piepen wij dan in de bouw, heb ik hier geschreven. Er is toch een zekerheid van prijs. U heeft dat toch afgegeven. Maar voor wie geldt die zekerheid dan eigenlijk? Wanneer gaat dat nou mis? Heeft u uw nek in de strop gedaan? En ik vergelijk het altijd maar met een bakker. Die weet precies zijn inkoopprijs en zijn verkoopprijs op het moment dat het brood bij hem in de bakkerij achter de verkooptoonbank ligt. En nu rekent die prijs af, omdat hij weet wat het heeft gekost. U weet dat op dat moment nog niet. U heeft dat ingeschat aan de hand van een aantal kengetallen. Maar die kengetallen, en dat zullen we zo meteen zien, die hoeven het lang niet altijd bij het juiste eind te hebben. Althans, zijn dan niet voldoende om alle prijsstijgingen te compenseren. Dus die strop die kunt u uzelf omleggen contractueel. Waarom is het dus bij aanneming anders dan anders? Want wij zeggen met elkaar altijd, wij komen afspraken na. En we komen die afspraken na integraal, ook als het de prijs aangaat. Maar een vaste prijsafspraak heeft één ding altijd gemeen met elkaar. Het is altijd te duur of te goedkoop. Want van tevoren weet je het gewoon niet exact. Dat vergt dus een verantwoorde risicoverdeling. Een risicoverdeling tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. U moet dus afspraken maken over prijsstijgingen en de manier waarop je daarmee omgaat. Ten behoeve van zowel die opdrachtnemer als die opdrachtgever. Want iedereen snapt wel dat in een markt waarin een evident risico eenzijdig wordt neergelegd bij de opdrachtnemer, er maar weinig opdrachtnemers uiteindelijk te vinden zullen zijn die zich daarin willen, die daarmee akkoord zullen gaan. Dat hebben we gezien ook bij de PPP-projecten. Veel risico's en er waren steeds minder aanbieders op de markt. Het is dus een belang voor iedereen, opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw, om daarmee om te gaan. Maar hoe dan? En dan wou ik eigenlijk als eerste eens gaan kijken naar de indexerings- of risicoregeling. Want hoe doen wij dit nu eigenlijk? Hoe gaan wij om met prijsstijgingen in de toekomst? Hebben wij dan zo'n glazen bol in ons kastje liggen? Nou, mij wordt dat wel eens gevraagd en dan zeg ik altijd van nou, ik zal even mijn glazen bol er maar weer bij pakken. En die glazen bol is een beetje van, ja, zeg maar niet helemaal doorzichtig, maar laten we het noemen melkglas. Want het is wel een toekomstvisie met een soort cijfermatige onderbouwing van de afgelopen jaren. Een cijfermatige onderbouwing die is gebaseerd op de indexen van bijvoorbeeld CBS of BDB. Of de kengetallen die wij via het Economisch Instituut voor de Bouw bij ons binnenkrijgen. Daaruit volgt dat wij in de afgelopen twee decennia, dus let wel, in de afgelopen 20 jaren, hè, tot aan het moment dat wij te maken kregen met alle gevolgen van corona en andere oorzaken van bouwkostenstijgingen, te maken hadden met een prijsstijging gemiddeld, structureel, van 2-3% per jaar. Daar rekent iedereen in de bouw mee ongeveer. En natuurlijk kan het wel eens wat complexer zijn, natuurlijk kan het wel eens net even anders zijn, of juist veel meer standaard, waardoor je dat risico wat lager inschat. Maar grosso modo zal dat hem wel zijn. Maar dat er nu wat aan de hand is, waardoor we niet meer daarvan uit kunnen gaan, dat blijkt wel. Want kijk maar even onderaan, links onderaan de sheet. Ik heb het er maar even verstopt, want we willen het met z'n allen niet weten. Maar in januari is er een inflatie van 6,4%. Me dunkt. De indexeringsregelingen, om het daar maar eens mee te beginnen, en zometeen gaan we op de inhoud in met Joost hier naast me, maar er zijn er verschillende van. Want een heleboel mensen denken altijd maar van dat er maar één is. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn hartstikke veel indexeringen. Je hebt bijvoorbeeld ook een indexering voor
consumenten, de CPI. En die CPI, daar zitten productgroepen in. Net zoals bij andere indexeringsregelingen. Die gaan over mandjes met producten vaak. En die mandjes, dat kan van alles zijn. Bij een CPI kan dat gaan over pinda's en suiker en penties. Dat soort zaken. Niet erg relevant voor een bouwwerk, lijkt mij, wat bestaat uit hout, beton, steen, noem het maar op. Toch zien we het nog wel eens voorkomen in contracten, hoor, dat rustig wordt geïndexeerd aan de hand van de CPI. Nou, als u daarmee uitkomt, hartstikke mooi, maar dat is dan niet meer geweest dan toeval. We hebben indexregelingen die wel gebaseerd zijn op bouwmaterialen. Bijvoorbeeld van BDB of van CBS, daar heb je meer relevante cijfers. Hier heb ik er nog eens een paar op een rij gezet. CBS, BDB en RWU in indexen voor de wegenbouw. En als we dan praten over index- en risicoregelingen, dan zie je het vaak fout gaan. Mea culpa, zeg ik dan. Want ook in mijn eigen aanwijzing, de eerste versie, had ik een regel geschreven wat niet paste bij een risicoregeling, maar wel erachteraan geplakt was. Ja, en dan kreeg ik natuurlijk meteen Joost Haast op mijn nek. Want die weet er alles van. En ik wou Joost Haast graag nu de gelegenheid geven om dan ook meer te vertellen over index- en risicoregelingen waarover zoveel onduidelijkheid bestaat. Joost, kan jij hem overpakken? Dankjewel Arno voor deze introductie. Mag ik van jou de klikker? Dankjewel. Ja, ik mag iets vertellen over de indexeringsregeling en de risicoregeling. Maar voordat ik daar aan toekom, wil ik eigenlijk even terug naar een déjà vu moment wat mij betreft. Arno en Niels hadden het net over de coronasituatie 2020-21. Prijsstijgingen, leveranteproblemen. Maar in 2018 hebben we dit ook al aan de fiets gehad. Maar dan over een andere boeg, namelijk de lage waterstanden. Ik heb daar toen een groot artikel in COBA over geschreven, augustus 2018. Het was de laagste waterstand in 73 jaar. En ook toen hadden we het al over prijsstijgingen, leverantieproblemen. En ook toen hebben we de markt gewezen op 47 UAV, waar Arno zo op ingaat, 753 van boek 7. Alle grondslagen die je kunt aanvoeren als aannemer om te zeggen, ja, ik wil deze prijsstijgingen, leverantieproblemen, daar wil ik toch iets mee, die wil ik doorleggen. Dus ik had een déjà vu moment, niet zozeer corona, maar eerder al 2018 lage waterstanden. Met andere woorden, de bouw is nu in 4 jaar tijd 3 keer getroffen door eigenlijk een beetje dezelfde problematiek. Ik wil even wijzen op mijn afsluitende overweging die ik in dat artikel in Cobouw heb opgenomen. Ik heb daar alle juridische argumenten op een rij gezet voor de aannemerij, maar deze vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ik heb daar gezegd, los van alle juridische argumenten die er zijn, zou een beroep op de redelijkheid, wat ons betreft, ik heb dat samen met een collega geschreven, toch het sterkste argument moeten zijn. Een redelijk opdrachtgever, maar ook een redelijk aannemer wat mij betreft, gaat in deze extreme omstandigheden ook heden ten dagen wat mij betreft in overleg met de opdrachtgever om gezamenlijk te komen tot een passende financiële oplossing. Dus we gaan dadelijk van alles vertellen over het juridische spectrum, maar ik zou zeggen, houd met elkaar toch vooral de redelijkheid en billijkheid in acht. Nou, dat gezegd hebbende, ik ga iets vertellen over de indexeringsregeling en de risicoregeling. En Arno zei het net al terecht, die worden nogal eens door elkaar gehaald of met elkaar verward. Dat heb ik onderkend in een column alweer uit 2018, een bouwbelang in dit geval, waarin ik heb aangegeven dat mensen die door elkaar halen. En Arno, die zei het net al, die heeft zelf dat kleine foutje ook een keer gemaakt. Zo'n klein foutje is snel gemaakt. Ik heb even uitgesneden uit de publicatie van Bouwend Nederland destijds. Sorry daarvoor Arno dat ik dat zo gedaan heb. Daar spreekt Arno over, ja, je kunt een risicoregeling overeenkomen en dan kun je aansluiten bij een indexeringsmethodiek. Nou, ik ga je zo laten zien dat dat echt 2 verschillende regelingen zijn met ook verschillende uitkomsten. Ik wil beginnen met de risicoregeling. Wat wil de risicoregeling nou effectief zeggen? We gaan periodiek de prijswijzigingen die er zijn gaan we verrekenen. Bekendste, kom ik zo bij, staat in de RAW-systematiek. Daar ga je achteraf per 12 weken ga je verrekenen. Maar het mooie vind ik aan de risicoregeling is, het is niet alleen de prijsverhoging, het is ook de prijsverlaging. Dus stel over een 2 maand, 4 maand, 10 maand gaan de prijzen dalen, dan gaat de aannemer terugbetalen aan de opdrachtgever. En daarmee is het wat mij betreft wel een faire regeling en is dat ook een reden om tegen die opdrachtgever te zeggen, het mes snijdt natuurlijk wel aan 2 kanten. Het mooie aan de regeling, de risicoregeling, is ook dat het gaat op basis van de daadwerkelijk opgetreden prijsverschillen. Ik ga zo de berekening laten zien, die ziet er wat lastig uit, maar dat valt allemaal reuze mee. Het gaat om daadwerkelijk prijsverschil ten opzichte van moment van inschrijven, want dat was het calculatiemoment van de aannemer. Ik heb daarvoor de bekendste maar even uitgesneden op mijn sheet, dat is de RAW risicoregeling in 01-04.
Daar zie je de berekening staan. Die lijkt, zoals ik net al zei, heel ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Ik heb geel gearceerd waar het om gaat, namelijk heel simpel het verschil tussen datum inschrijving en de periode waarop je termijnbedrag ziet. En dat verschil, dat wordt verrekend. Dus je hebt dus echt effectief de daadwerkelijke prijsverschillen die je met elkaar verrekent. En dus ook de prijsdalingen. Laat me dat nog een keer gezegd hebben. Let wel op, we krijgen veel vragen ook over de raamovereenkomst. Daar is hij uitgesloten in de RAW standaard. Dat heb ik ook opgenomen onderaan mijn sheet. Dus daar moet je wel even op letten. De RAW is heel simpel. De risicoregeling is van toepassing, tenzij het bestek anders vermeldt. En wat zien wij ontstaan? Toch zeker in deze tijden, hij wordt massaal weggeschreven door opdrachtgevers. Waarom? Ze hebben toch geen zin om dat risico te lopen. Wat doe je daar dan mee? Ook een van de vragen volgens mij die we vooraf hebben gekregen is, ja, hoe pak ik dat probleem aan? Ik zou zeggen, als het over de aanbestedingsfase gaat, nou kijk eens naar de gidsproportionaliteit. Daar staat in hoe een redelijk handelend aanbestedendienst zijn bepaling moet opstellen. En daar staat in voorschrift 3.9a bijvoorbeeld, de aanbestedendienst allokeert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Mijn standpunt zou zijn, ja, dat zou toch eerder bij de opdrachtgever moeten komen te liggen dan bij de aannemer. Kijk ook eens naar voorschrift 3.9c, waarin staat, in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, moet de aanbestedendienst die integraal toepassen. Nou, dan durf ik het standpunt wel aan dat de RAW-systematiek dat die een standaard model vormt en dat je die dus in beginsel gewoon integraal moet toepassen. En doe je dat niet als aanbestedende dienst, dan moet je dat deugdelijk motiveren. Nou, veel succes met die deugdelijke motivering. Ik zou zeggen, laten we in ieder geval bij de RAW-overeenkomsten, laten we daar toch gewoon de risicoregeling maar in stand. En als laatste, dat sluit aan bij dat stukje in mijn artikel in Cobouw van een aantal jaar terug, gewoon het proportionaliteitsbeginsel. Je moet eisen stellen als aanbestedende dienst en voorwaarden die in een redelijke verhouding staan tot de opdracht. En als je dan gaat zeggen, ik ga de risicoregeling uitsluiten, stel ik me de vraag of dat nou zo proportioneel is. Dan krijg ik vaak de opmerking, ja meneer Haast, leuk, hè, u praat over de RAW, maar ik heb UAVGC-contracten of andere geïntegreerde contracten en daar zie ik dat toch niet, dat kan toch niet. Maar natuurlijk wel, het kan ook prima in een UAVGC-contract, zo'n risicoregeling. Ik heb maar gewoon even gezocht op internet, ik heb er een gevonden, de West-Friesiaweg, wel bekend project voor de meesten. Annex 8 in dit geval, keurig netjes, een risicoregeling opgenomen. En in dat kader wil ik ook wijzen op het feit dat volgens mij ProRail, zag ik gisteren voorbij komen, heeft hem ook tegenwoordig standaard in een annex staan. Dus het kan wel degelijk ook in een UAVGC-contract. Ook een van de vragen die binnen zijn gekomen is, ja, wat nu als die risicoregeling contractueel is uitgesloten? Daar heb ik een mooie uitspraak van de Raad van Arbitrage. Die stond ook in mijn eerdere artikel in Cobouw uit 2004. De Raad van Arbitrage heeft gezegd, de risicoregeling die beoogt de effecten van onvoorziene omstandigheden te regelen. Beoogt niet de effecten van onvoorziene omstandigheden te regelen, maar uitsluitend de effecten van min of meer normale prijsstijgingen. En dus heeft de Raad gezegd, ja, als je de risicoregeling uitsluit en het gaat over dermate extreme omstandigheden, dan zou je toch nog steeds een beroep kunnen doen op kostprijsstijgingen. Mijn standpunt is, de huidige situatie in Oekraïne, we hebben oorlog in Europa, dat is heel extreem. Dus zou ik zeggen, probeer dan vooral als aannemer een beroep te doen op deze uitspraak. Dus zelfs wanneer de risicoregeling is uitgesloten. Ik ga naar de indexeringsregeling, want ik zei het al, die is echt wel iets anders. Iets minder fair ook als je het mij vraagt en dat ga ik uitleggen. Wat gebeurt er met de indexeringsregeling? De prijzen worden ook daar periodiek aangepast, maar dan meestal jaarlijks. En die worden dan, zoals Arno net al zei, aangepast aan de algehele prijsontwikkeling in de sector. En daar zit een beetje een dempend vermogen in, zoals Arno zelf ook al geschreven heeft. Doorgaans zijn die gebaseerd op bijvoorbeeld de CBS-indexen of de BDB, klopt. En ze worden gebaseerd op de voorafgaande periode. Dus wat ga je in het huidige tijdsegment krijgen? Je bent een beetje op achterstand gezet ten opzichte van de werkelijkheid. Want als ze zien januari, februari, de cijfers wat ze doen, ja, dat is gigantisch. Terwijl je met de indexering terugkijkt naar 21. En daar zit toch echt een ander profiel in dan begin 22. Wat ook van belang is, is dat de nieuwe geïndexeerde prijzen, dat die gelden voor het komende jaar. Dus daarmee zit ook weer een deel achterstand op de werkelijkheid uiteindelijk. En wat ook heel vaak het geval is, is dat indexering pas plaatsvindt na het eerste jaar. Dus het eerste jaar sta je sowieso aan de lat voor de prijzen die je hebt neergelegd. Nou, als je in januari 2022 hebt ingeschreven, heb je dus met een indexeringsregeling sowieso al een probleem.
De bekendste indexeringsregeling, ook weer de RAW standaard 01-2110, die verwijst ook naar de CBS-reeksen met input prijsindexcijfers. En je ziet die staan, zoals Arno net zei, er zijn verschillende deelgebieden voor de grond, weg en waterbouw. Het is goed om de juiste te pakken, laat ik zo een voorbeeld van zien. Let u wel op, ik vind dat echt een gemis. De indexeringsregeling staat niet in het dikke boek, de RAW standaard zelf. Nee, die staat in een actualisatie, die is online te vinden, van juli 2016. En er staat, als je de software gebruikt voor de RAW-bestekken, staat die gewoon in de catalogus. Maar dus niet als je zoekt in het dikke boek 01-2110, ga je hem niet vinden. Hij moet er wel komen, heb ik begrepen, maar dat zal al voor 2025 zijn. Dus goed om daarop te letten. Deze heb ik laten zien. Ik zou een voorbeeld laten zien van waar het verkeerd gaat in de praktijk. Ik heb deze gepikt van CROW, dus de vindplaats staat eronder met een link. Dit was een RAW-overeenkomst voor grondwegwaterbouw en waarmee willen ze indexeren met de CBS-indexering consumentenprijzen. En Arno zei het net al, ja, dat is misschien niet zo heel handig. Had nou een andere productgroep gekozen. Nou, meneer Haas, die indexeringsregeling, dat is toch ook lastig bij een GC-contract? Ook daar is het antwoord nee, dat kan natuurlijk gewoon bij een UAV-GC-contract. Hier komt dan het voorbeeld van ProRail wat ik gisteren gevonden had. Dit is de wijzigingshistorie van het model wat zij gebruiken. En daar zie je in de wijzigingen staan, annex 7 in dit geval, altijd van toepassing in verband met de nieuwe indexeringsregeling. Dus er wordt wel degelijk naar gekeken. Volgens mij mijn laatste sheet. Wat nu als de opdrachtgever bepalingen omtrent kostenvolgende omstandigheden nadrukkelijk heeft uitgesloten, dus bij aanbesteding al. Ook daar verwijs ik naar een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in 1995 in dit geval. Als de gevolgen dermate extreem zijn, dan kun je als aannemer nog steeds zeggen, ja, leuk dat u alles uitsluit, maar ik doe toch een beroep op kostenvolgende omstandigheden. We hebben nu een blok voor vragen voor Niels. Ja, dat klopt Joost. En ik heb ook een vraag binnen die aansluit op jouw verhaal van zojuist. En iemand vraagt van de risicoregeling wordt vaak na het eerste jaar toegestaan. Kan dit ook toegepast worden in dat eerste jaar? Ja, ik denk dat er hier al gelijk verwarring ontstaat, omdat de indexeringsregeling sowieso pas over het algemeen na het eerste jaar ingaat. De risicoregeling, als we naar de RAW standaard kijken, die gaat in ieder geval voor de brandstoffen sowieso voor het eerste jaar loopt die. Even uit mijn hoofd gezegd, voor een aantal onderdelen niet. Ik dacht in ieder geval de personeelskosten na het eerste jaar. Daar kun je natuurlijk contractueel van afwijken. Ja, zoals je hem uit kunt sluiten, kun je ook zeggen, we passen hem aan dat alle onderdelen gelden voor het eerste jaar. En gezien de huidige omstandigheden zou ik zeggen, daar valt wat voor te zeggen. Ja, nou, dank voor het antwoord. Ik heb nog een andere vraag staan. En die komt van Hans van Noorwel. Hij is algemeen directeur van Noren Bouwgroep. Die vraagt van, hey, welke bouwmaterialen komen veel uit Rusland en Oekraïne? Waar moeten we rekening mee houden? Maar ik denk dat de vraag achter de vraag misschien ook wel is van, goh, moet je nou inzoomen op bepaalde grondstoffen? Of kan je maar beter een voorziening nemen voor alle prijskostenstijgingen waar je mee te maken krijgt? Ja, ik denk zelf dat het beste natuurlijk is om alle prijsstijgingen mee te nemen. Dus niet om iets specifiek te gaan benoemen. Voor opdrachtgevers is dat natuurlijk minder prettig. Opdrachtgevers willen natuurlijk graag wat meer zekerheid hebben. Die willen weten waar hebben we het over, over welke kostensoorten praten we. Kunnen we daar dan misschien wat beter het risico van beoordelen? Dus je zult daar een balans in moeten vinden in een overleg tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Wat je daarmee doet. Het beginsel waar wij het nu over hebben gaat over alle kostensoorten. Ja. Nee, helemaal helder. Waarvan wij vinden van, ja, dat die niet bij de aannemer thuis hoort. Ja, nou, misschien goed ook voor de kijkers om te weten is dat we de vraag ook inventariseren. We gaan sowieso nog een Q&A ook op de website zetten onder deze video die we ook op de site gaan plaatsen. Dus mocht je vragen ook niet in dit webinar aan de orde komen, we nemen ze wel allemaal mee en we gaan ze ook proberen te beantwoorden. Arno, ik geef jou heel graag weer het woord, want jij gaat ons wat vertellen over verrekeningen van prijsstijgingen altijd kunnen. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Ja. We hebben net een warm pleidooi gehoord van Joost voor de risicoregeling. Die wordt nu nog wat minder toegepast in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, vaker in de GWW. Maar we hebben ook horen zeggen dat die heel vaak wordt uitgesloten door opdrachtgevers. Ik zou dat ook heel graag anders willen zien. Ik heb iemand aan de opdrachtgeverskant, een adviseur, wel eens zich horen beklagen over het feit dat wij tenslotte toch ook niet geld teruggeven aan het eind van een werk als het minder heeft gekost. In een reactie op een artikel van mij over dit onderwerp. En toen heb ik gezegd, nou dat klopt.
Ik zeg maar, let wel, er zijn twee zaken die je moet onderscheiden. Eén, voor een aannemer is het daadwerkelijk schade. En voor een opdrachtgever is het een gemist voordeel. Dus bij het aangaan van de overeenkomst was je tevreden met de prijs. Dat was in die marktomstandigheden was het hartstikke prima allemaal. Is een concurrentie, is dat tot stand gekomen. En daarna vind je dat jammer. Als je dat nou wil voorkomen, dan ga je dus werken met zo'n risicoregeling. Want dan ga je zowel naar boven als naar beneden met elkaar verrekenen. Dan heb je je zin. Maar, heb ik hem toen gevraagd, waarom wordt die er altijd uitgeschreven dan? Pas hem dan ook toe. Nou, dat nog even in navolging van wat we net met elkaar hebben besproken. Indexeren, kan je dat nou altijd zomaar doen? Nee, indexeren moet je wel overeenkomen. Indexeren is niet iets wat automatisch volgt uit de wet, automatisch volgt uit in een andere vorm. Het volgt wel automatisch uit bijvoorbeeld het toepassen van een RAW-systematiek. Mits je de juiste keuzes allemaal hebt gemaakt uiteraard en het weer niet uitgesloten wordt. Maar je moet het in principe overeenkomen. En dan is het even, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld indexregelingen, maar ook bij risicoregelingen, moet het natuurlijk wel passen voor jouw werk. Als ik dat op indexregelingen betrek, waar ik zelf iets meer in zit dan de risicoregeling waar Joost ook verstand van heeft. Als je het betrekt op de indexeringen, dan zie je dus vaak die fout met consumentenprijsindexregelingen of andersoortige indexregelingen die worden toegepast. Terwijl het werk een heel andersoortig productenpalet kent dan waar de indexering vanuit gaat. Want zo'n indexering, zo'n generieke, gaat uit van referentieobjecten. Een woning ziet er ongeveer zo uit in doorsnee. Dus het productenpalet zal wel bestaan uit steenachtige materialen. Er komen misschien wat heipalen in, et cetera, et cetera. Terwijl jij misschien wel iets in staalbouw gaat maken wat op, staal wordt gefundeerd. Goed, het kan van alles en nog wat zijn. Stel nu, zo'n generieke regeling past niet, wees je er dan van bewust dat er ook maatwerk wordt aangeboden. Maatwerk wat wordt geleverd, een specifieke index wordt er dan gemaakt voor jouw project. Nou, wel zo eerlijk allemaal en het lijkt me zeker zaak om daar beter naar te kijken, gezien de hele omstandigheden waar we ook nu in zitten. De particuliere opdrachtgever. Een speciaal soort opdrachtgevers. In het woud van opdrachtgevers, de consument, zoals dat al zo mooi heet. En een consument, daar is iets bijzonders mee aan de hand, want die wordt over het algemeen beschermd omdat hij onwetend wordt geacht. Die weet het allemaal niet, die heeft geen idee van de levering van uw technische voorschriften, van hoe u dat nou precies doet. Maar die heeft ook geen idee van de voorwaarden die gehanteerd worden. Hoe pakt dat nou voor mij uit als particuliere opdrachtgever in de bouw als ik zo'n verrekenbeding overeenkom? Hoe zit dat nou precies? Daar is Europese regelgeving over en die richtlijn die is uiteindelijk in ons nationaal recht terechtgekomen en wel in het kader van de algemene voorwaarden. En er is een lijstje gemaakt van voorwaarden waarvan de wetgever heeft gezegd, dat vind ik eigenlijk wel wat onredelijk bezwarend. Ik vind het onredelijk in de relatie tot een opdrachtgever die particulier is, die zich niet goed weet, nou ja, die eigenlijk in een mindere positie verkeert dan die aannemer om die voorwaarden op te leggen, om zulke voorwaarden dan te moeten accepteren. Dus die zet ik op een lijstje. Er zijn twee lijstjes gemaakt, een zwarte lijst die onredelijk bezwarend zijn en dus niet gelden tussen partijen, en een lijstje die zijn grijs, de grijze lijst, en die worden vermoed onredelijk bezwaren zijn. Een van de dingen die je bijvoorbeeld niet mag doen is eenzijdig kunnen beslissen dat je binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst prijzen verhoogt. Er is een tenzij, er is een escape, namelijk als je een ontbindingsmogelijkheid opneemt. Maar wil je dat? Dat wil je niet als aannemer, dat wil je ook niet als opdrachtgever, nog afgezien van de vraag of het een reële optie is. En dat betekent dat je daar echt wel rekening mee zult moeten houden met een particuliere opdrachtgever. En allicht zou je kunnen afspreken van oké, we weten dit, we nemen die eerste 3 maanden, prijsrisico over die 3 maanden nemen we voor eigen rekening, maar daarna gaan we dan toch met elkaar afspraken maken over hoe we hiermee willen omgaan. Hou daar dus rekening mee. Is dat nou genoeg, hè, die verrekening van prijsstijgingen op basis van bijvoorbeeld een indexregeling of een risicoregeling? Houdt dat nu een volledige compensatie in? Nou, in beide gevallen is het antwoord eigenlijk nee. Nee, het houdt geen volledige compensatie in.
De indexregeling kent zo zijn specifieke problemen. Daar heeft Joost daarnet ook op gewezen. Van, nou, let erop, het is altijd te laat. Er vindt een dempend effect plaats doordat je het vaak hebt over mandjes met allerlei producten waarvan de een stijgt, de ander die daalt weer een beetje. Dan heb je de een die stijgt extreem. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, deelt en doet volgens de formule, dan zul je zien dat die enorme prijsstijging bij de een wordt uitgevlakt door misschien wat stabielere prijzen bij andere onderdelen. Maar het belangrijkste is wel dat jaar waarbinnen het plaatsvindt. Dus misschien moeten we met elkaar wel eens gaan nadenken over niet indexatie daarna, voor het jaar erop, maar misschien moeten we wel zeggen van nou, die indexatie die vindt plaats voor de prijzen ervoor. Er wordt dus met andere woorden achteraf gekeken naar wat het werk volgens de indexatie had mogen kosten. Zit daar dan een verschil in voor het voorafgaande jaar? Nou, laten we dat dan verrekenen. Lijkt het ook wat meer op de risicoregeling waar Joost het ook over heeft gehad. Warm bepleiten. Ik zou me er wat bij kunnen voorstellen. Maar wat als zo'n verrekening dan wordt uitgesloten? Heeft u dan helemaal niets meer? Joost heeft het al gezegd, nee, dat is niet zo. U kunt nog steeds, hè, als prijsstijgingen boven het normale uitgaan en extreem zijn, kunt u nog steeds over het algemeen een beroep doen op allerlei regelingen en op het verdisconteren ervan, het verrekenen ervan met uw opdrachtgever. Hoe regelen we dat nu eigenlijk in de wet? Hoe staat dat erin? En hoe doen we dat in onze bouwvoorwaarden? En ik heb hier maar een rijtje neergezet, maar we hebben in de bouw een nare gewoonte om heel veel verschillende soorten voorwaarden te hanteren. Dat is vervelend. Dat is verwarrend. Maar we hebben er wel even mee te maken. Dus totdat het anders is, moeten we het er maar mee doen. En ik heb er een paar op een rijtje gezet. Die heb ik ook allemaal apart in mijn aanwijzing die ik hierover heb geschreven, die te vinden is op de site van Bouw in Nederland. Heb ik die allemaal apart heel kort behandeld van waar staat er nu iets over verrekening van prijsstijgingen? Of staat er misschien wel helemaal niets in? Laten we er een paar aflopen. Niet allemaal, een paar. Laten we beginnen bij het burgerlijk wetboek. In het burgerlijk wetboek kennen we een aantal artikelen die gaan over het op een later moment aanpassen van een overeenkomst. En die artikelen staan in boek 6 en dat gaat in zijn algemeenheid over verbintenissenrecht. En als je kijkt naar de contracten algemeen, dan zie je vanaf artikel 248 zie je daar een aantal artikeltjes over. Eén artikel die bijvoorbeeld zegt dat een overeenkomst niet alleen de overeengekomen gevolgen heeft, niet alleen de overeengekomen afspraken, maar ook die naar de aard van die overeenkomst uit de wet, gewoonte of eisen van redelijkheid en billijkheid, Joost heeft het erover gehad, voortvloeien. Dat is een haakje al. Wees redelijk en billijk naar elkaar toe. Hoe gaan we hier over en weer ermee om? Hoe maken we dat die gevolgen voor zowel de een als de ander zoveel mogelijk beperkt blijven? En zo'n regel die tussen partijen is overeengekomen, een voorwaarde, is niet van toepassing voor zover dat naar die eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Ook in artikel 258 vinden we zo'n soort haakje. De rechter kan op vordering van een van de partijen de gevolgen van de overeenkomst wijzigen of die zelfs gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, daar heb je hem weer, ongewijzigde instandhouding niet mag verlangen. Een heel palet aan omstandigheden kunnen dus daaronder vallen. En wat is nou redelijk en billijk en in welk geval moet je dan denken? Nou, ik denk dat in gevallen zoals wij nu zien, waar we nu mee te maken hebben, dat valt zo buiten het normale verwachtingspatroon dat daarvan sprake kan zijn. Voor aanneming van werk hebben we een specifiek artikel. Aanneming van werk heeft een plek verdiend in het burgerlijk wetboek, een apart plekje. Niet zo heel erg lang ook weer, maar goed, de afgelopen, 12 jaar, 10 jaar, nou, whatever, moet ik even vanaf zijn, maar we hebben op een gegeven moment een titel 12 in het BW gekregen van boek 7. En dat gaat over aanneming van werk en de wetgever die ziet dat als een bijzondere overeenkomst. En die bijzondere overeenkomst, daar is wat mee. En een van de dingen die ermee is, dat is dat als je na het sluiten van de overeenkomst in aanraking komt met kostenverhogende omstandigheden, zonder dat je die kunnen worden verweten, dan kun je de rechter vragen om de prijs geheel of gedeeltelijk aan te passen, de aannemersom.
Dat is het verhaal eigenlijk van de bakker, hè, wat ik daarnet deed. De wetgever heeft daar oog voor gehad. Die heeft gezegd, dat is speciaal bij die aanneming van werk. Aannemers die moeten al een prijs neerleggen op een moment dat ze helemaal nog niet precies weten wat zo'n werk kost. En omdat zo'n werk heel lang kan duren, hè, in het meest extreme voorbeeld heb ik die basiliek in Barcelona als voorbeeld genomen. Dat is gestart in 1865 of zo, daar omtrent die jaren. Nou, ze zijn nou nog bezig. Heeft af en toe wat stilgelegen, maar oké. En er kan nogal wat gebeuren in die tussenliggende tijd. Dus de wetgever heeft er oog voor gehad. Jammer is dan wel weer dat de wetgever die regeling in boek 7 van regelend recht heeft gemaakt. En daarom zien we overal, ook in de bouwvoorwaarden, zien we dit weer terugkomen. Anders was het niet nodig geweest. Dus je zegt, joh, dat moet je gewoon zo toepassen. Nee, dat is niet zo. Dus overal in die bouwvoorwaarden die we met elkaar hebben gemaakt, ook die paritair zijn tot stand gekomen in bijvoorbeeld de UAV, zien we allerlei voorwaarden voorkomen. Bijvoorbeeld bij de UAV in paragraaf 47. De kostenverhogende omstandigheden. Omstandigheden van die aard dat je bij het tot stand komen van die overeenkomst daarmee geen rekening hoeft te houden. En ze kunnen je niet worden toegerekend. Dat is een tweede voorwaarde. En het moet de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Nou, we zien meteen een verschil met het BW, het aanzienlijkheidsvereiste in de UAV. Is dat weliswaar niet letterlijk in het BW, wordt echter wel vaak bij de toetsing ervan door een rechter toegepast. Als dan die kostenverhogende omstandigheden in het kader van paragraaf 47 UAV intreden, dan heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling. En let wel, dit gaat dus over de UAV. Dan moet de UAV natuurlijk wel op uw overeenkomst van toepassing zijn. Het kan evengoed een andere regeling zijn, maar in heel veel van die regelingen zie je dus vergelijkbare bepalingen staan. Nou, wat zien we dus in de vereisten van paragraaf 47 zijn? Het moet onvoorzien zijn. U moet het niet hebben geweten. U kon het ook niet weten. Nou, dan zie je dus een tijdje geleden, een paar weken geleden, wisten wij absoluut bijvoorbeeld niet van de intentie van Rusland om de Oekraïne binnen te vallen. Integendeel, die hebben altijd tegen ons gezegd van nee hoor, het zijn maar oefeningen daar aan de grens. Misschien een beetje naïef om daar vanuit te gaan, maar dat mag je toch niet van tevoren dan bedenken van wat voor uitkomst dat zou kunnen hebben. Dus ik denk dat deze omstandigheden, als we het puur over Oekraïne hebben en de gevolgen daarvan, dat die onvoorzien zijn geweest. Zijn ze u toe te rekenen? Nou, tenzij u adviseur van Poetin bent, niet. Verhogen ze de kosten van het werk dan aanzienlijk? Dat is de vraag. En laten we eens gaan inzoomen op het aanzienlijkheidsvereiste. Er zijn nog wel meer dingen over te vertellen hoor, over die paragraaf, maar we hebben maar een uur hè, met elkaar. De 5% vuistregel, hè, die hoor je heel vaak. Ja, nee, als het 5% is, die kostenstijging, dan heeft u voor hetgeen erboven uitgaat, of misschien al volledig. Nou, je merkt wel aan mijn antwoord, dat is niet helemaal duidelijk wat ik hier zeg. Hè. En die rechtspraak die kent ook geen vaste uitspraken erover. Er is niet echt een vast percentage op grond waarvan dan een op te geven een aannemer heel makkelijk dat kunnen berekenen. Zo'n percentage dat varieert van soms 5%, maar soms ook minder. Hè? Ik heb ook uitspraken gezien met 2%. Ik heb maar even die vuistregel aangehouden, dat is makkelijk, maar zeg maar even 5 tot 20%. 20% heel extreem. Die komt ook bijna nooit voor, die heb ik nog maar een keertje gezien. Dus dat zijn allemaal uitspraken en wat voor lijn moet je daar nou eigenlijk uit vinden? Nou, dan zie je in de ene uitspraak wordt het bijvoorbeeld gerelateerd aan de redelijke winstmarge van een aannemer. Wat ik een raar vergelijk vind overigens, maar goed. Er wordt ook wel eens gekeken naar de risicopost, de risicoopslag in een aanneemsom. Of een voorziening voor een risico. Nou, dat vind ik al wat meer redelijk, want dat is echt hetgeen wat je in die aanneemsom hebt gestopt en waar je uit welk potje het dan zou kunnen komen. Maar soms wordt er ook gewoon een percentage van een aanneemsom gedaan of een absoluut bedrag. En het is soms ook een combinatie van dit soort omstandigheden. Kijken we nou naar bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis van de UAV, dan geeft dat mij ook geen houvast. Want de schrijvers daarvan, die schrijfgroep, die heeft aan een expert meeting, heette dat in die tijd, is een keer voorgelegd om 3% aan te houden. Maar omdat het niet concreet genoeg was in de rechtspraak, is men daartoe niet overgegaan. Dus wat is het nou? Is nou die 5% vuistregel het? En ja, het kan wel eens minder zijn en ja, het kan wel eens meer zijn van geval tot geval, maar zal het dat dan zijn of niet?
Ik vind zelf dat je met die 5% vuistregel niet komt tot een evenwichtige risicoverdeling. Want het is altijd te veel of te weinig. Dat is hem niet. Maar wat dan wel? Ik heb gezegd, marges in de bouw zijn hiervoor te mager. De marges in de bouw, daar verdienen we niks op. Als je de inschrijvingen gaat bekijken op woningbouw, dan zie je dat daar wordt ingeschreven met winst- en risicopercentages 2-3%. Nou, dat is helemaal niet gek. En in sommige gevallen is het wat meer, zeker als er wat meer risico moet worden gelopen. In sommige gevallen is het wat minder. Als er wat wordt geknepen hier en daar, kan allemaal gebeuren. Maar in ieder geval, wat je ziet, is dat er een opslagpercentage winst en risico voor ieder project wordt overeengekomen. Dat doe je niet als opdrachtnemer alleen, nee, dat doe je ook als opdrachtgever. Je gaat ermee akkoord, je komt overeen, dit is mijn opslagpercentage winst en risico. Daar zit dus een onderdeeltje risico in. Dat kan heel laag zijn, dat onderdeel. Maar dat moet dan maar uitgesplitst worden. Ik weet, bij de seriematige woningbouw zit je misschien aan een 0,35% wat er maar in zit. En is het dan fair play als je dan zegt van ja, nee, maar je moet uitgaan van een redelijk winstpercentage. Nou, hier heb je hem. Dat is hem dan. Nou, dat is niet veel, hè. Is het dan fair play als je zegt van we doen een vast bedrag? Of we gaan uit van 5%? Of we gaan uit van willekeurig welk ander percentage? Nee, dat is geen fair play. Ik zeg opdrachtgever, betaal ook gewoon wat het kost. Want dan kunnen we met elkaar door. Dan kunnen we het nog een keer doen, zometeen voor u. En nog een keer, en nog een keer. En daar profiteert iedereen van. Maar betaal wat het kost, want anders houdt het eens op. Ook voor geïntegreerde contracten, en daarmee wordt bedoeld een contract waarbij je niet alleen uitvoert, maar ook ontwerpt, is een regeling opgenomen als je daarop de UAVGC van toepassing verklaart. Weer zo'n bekende set voorwaarden. Ook daarin zie je een regeling staan wat uitgaat van onvoorziene omstandigheden. Van die aard dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verlangd van een opdrachtnemer dat die overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. En dan hebben we het ook over onvoorziene omstandigheden. Net zoals bij de UAV. Onbekend. Onzeker. Je weet het niet. Maar op het moment dat je wel een idee hebt, benoem het dan in de overeenkomst. Want op het moment dat je een idee hebt, en dat geldt voor alle overeenkomsten, of dat nou UAVGC is, of dat nou UAV is, op het moment dat je weet van, hé, die leveranties uit de Oekraïne, die stokken, dan moet je daar iets van zeggen. En daar zijn clausules nu ook voor. Ik heb een clausule voor doorberekenen van prijsstijgingen en bouwtijdverlengingen, toen we nog in de coronasituatie verkeerden, wat nu nog steeds aan de hand is, want ik denk niet dat dat afgelopen is. Nee, we hebben daar nog steeds mee te maken. Maar daarbovenop komt nu ook eens de Oekraïne. Eigenlijk vind ik dat je met die ene clausule over doorberekenen van prijsstijgingen er al bent. Maar goed, ik heb voor de Oekraïne ook een clausule gemaakt. Die clausules kun je allebei vinden. En gebruiken. De RW ga ik even aan voorbij. Niet alleen vanwege de tijd, maar ook omdat Joost daar voldoende over heeft gezegd. We zitten nu weer bij een vragenblokje. Dus Niels, als jij hem wil overpakken. Zeker, en er komen ook gelukkig wat vragen binnen. Jullie hebben net allebei volgens mij vrij overtuigend laten zien dat er in het wetboek en ook in contractregelingen, UAV, UAVGC, allerlei haakjes zijn om die onvoorziene prijsstijgingen ook aan je opdrachtgever een bepaalde mate door te berekenen. Maar de vraag die hier binnenkomt is, wat doe je nou als bij een aanbesteding alle bepalingen omtrent kostenverhogingen expliciet worden uitgesloten? Wie wil als eerst? Aanbestedingsrechten. Joost. Dat ja. Zit deels al in mijn presentatie in Niels. Hè, dus ja. De kijkers kunnen daarop teruggrijpen. Bijvoorbeeld de gids proportionaliteit zegt daar van alles over. Heb ik laten zien. Twee bepalingen naar voren gehaald. Pardon. En in het algemeen natuurlijk het proportionaliteitsbeginsel. In dit geval bijvoorbeeld artikel 10 van het eerste deel van de aanbestedingswet. Zegt ook, ja, de eisen die je stelt moeten wel proportioneel zijn. Precies, ja. Ten opzichte van de eisen die je stelt. Kom je hier nu mee in aanraking, dan zou ik zeggen, 1, protesteer daartegen. Of stel daar vragen over, is daar kritisch over. Dat kun je doen aan de hand van de memo's van Bouwend Nederland. Je kunt het aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland natuurlijk ook inschakelen. Jos van Alphen en consorten. Die kunnen daar keurig brieven of klachten voor opstellen. Dus wees daar wel alert op, wees daar kritisch op. Je hebt gewoon echt middelen om dat aan te vechten. Ja, nou, helder antwoord. Andere vraag is, wat zijn de mogelijkheden voor het doorberekenen van de prijsstijgingen bij contracten van woningborg? Is dat hetzelfde als wat jullie net hebben verteld of geldt daar nog iets anders voor?
Als je het hebt over woningborgen, SWK en dat soort borgende en garantieinstellingen, die hebben eigen contracten. En die contracten die sluiten in beginsel het verrekenen van prijsstijgingen uit. En dat doen ze met die consument in het achterhoofd. En weliswaar ben ik in overleg met Woningborg bijvoorbeeld als een van die partijen die dat doet. Maar er zit nog weinig speling in. Er zit nog weinig speling in. Dat vind ik heel erg jammer, want ja, zo'n contract moet toch van twee kanten komen. En om rücksichtloos het risico bij één van de partijen te leggen, dat voelt niet goed. En dat is denk ik ook niet goed. Maar goed, dat terzijde. Die regelingen zeggen allemaal, nee, u mag dat niet doen. Maar wat mag je wel doen? Je mag wel, in overleg dan weliswaar met die borgende instelling, een post-risicoverrekening opnemen. Is dat dan voldoende? Is dat een heilig? Ja, dat weet je dus niet. Hè? Nee. Want hoe hoog is die post? Je vraagt dan toch weer aan een aannemer om een risico waarvan ze niet weten hoe het zich voordoet. In welke omvang, in welke mate en welke gevolgen dat precies heeft voor de aannemersom, maar ook voor de bouwtijd bijvoorbeeld, hoe dat uitpakt. Dit gaat alleen nog maar over prijsverrekening, niet eens over bouwtijd. Hè? Dus dat is wel een probleem. Goed, die mogelijkheid heb je dus in dat soort consumentenovereenkomsten. En daar zou ik dan ook zeker gebruik van maken. Heel goed. Ik heb nog twee vragen voordat we naar het laatste blok gaan. Ik heb een vraag van Gert Molenaar en die zegt, moeten we de opdrachtgever waarschuwen voordat we dure producten gaan verwerken? Of kunnen we de oorspronkelijke opdracht uitvoeren en dan achteraf de extreme prijsstijgingen melden? Ik vind daar wel wat van, maar misschien... Joost en ik daar allebei wel wat van vinden. Ja. Nee, natuurlijk moet je waarschuwen. En dat heeft ook een hele goede reden. Je moet die opdrachtgever in de gelegenheid stellen om het werk anders in te richten, te beperken, te vereenvoudigen, te verkleinen. Het beperken is hetzelfde. Te verkleinen. Maar je zou ook zelfs kunnen denken aan een tussentijdse staking van het werk in onvoltooide staat. Nou vind ik dat niet echt een reële optie hoor. Voor de meeste opdrachtgevers is dat ook helemaal geen reële optie. Maar het is in beginsel wel mogelijk. Doe jij dat dus niet, waarschuw jij niet of niet tijdig en kom je pas achteraf met een claim, ja, dan gaat het eigenlijk net zoals bij meer werk, dan kan jou daar op een gegeven moment zelfs een verwijt van worden gemaakt. En dat verwijt kan zo ver gaan, als het terecht is, dat jij je mogelijke aanspraken op compensatie van prijsstijgingen verliest. Ja. Dus antwoord heel kort en goed, ja, absoluut. En op tijd waarschuwen. Dus. Ja. Misschien dat Joost misschien zelfs nog wel een... Eens, waarschuwen, ja, ten alle tijde. Nou, heel helder. En schriftelijk. Helder antwoord. En op schrift. En laatste... aan de opdrachtgever, AWB. Ja, precies. Dus als je een professionele directievoerder hebt, het is onvoldoende om alleen te waarschuwen aan de directie. Stuur die brief alsjeblieft naar je opdrachtgever en natuurlijk ook aan de directie. Maar anders krijg je daar ook wel een probleem. Ja, dus doe dat. Voorkom dat ondolden. Ja. Laatste punt wat ik wilde aansnijden voordat jij je presentatie af kan maken, Arno, is dat misschien gaat het idee wel, hè, voordat het idee zou gaan leven om binnen de branche een en ander af te gaan stemmen. Ik wil hem toch maar even op tafel leggen. Wat vinden jullie daarvan? Nou, wil jij, Joost? Ja, ik krijg de rode vlek al in mijn nek natuurlijk. niet doen. Natuurlijk kun je het met elkaar hebben over de manier waarop je met dit soort prijsstijgingen wilt omgaan. Maar op het moment dat je afspraken gaat maken met elkaar, hoe je dat gaat doen, en je spreekt bijvoorbeeld af, ik noem maar wat, van ja, we gaan allemaal met elkaar een bepaalde opslag hanteren daarvoor. Dat doen we allemaal. En we spreken af, het is zoveel. Dan ga je de bietenbrug op. Want dat is kartelvorming. Dat gaan we dus niet doen. Kartelvorming houdt in dat je de mededinging, in dit geval op het prijselement, gaat beperken. Dus heel uitdrukkelijk, onderstreept, hoofdletters, vet afgedrukt, nee, niet doen. Nou, helderder kan niet volgens mij. Nou, Arno, dan kan jij het laatste deel van je presentatie volgens mij voort gaan zetten. Nou. En dan hebben we daarna misschien nog een paar vragen. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, nu hebben we het er net gehad over de manier waarop je eigenlijk met indexeringsregelingen, maar ook met risicoregelingen zou kunnen omgaan hiermee. We hebben het gehad over voorwaarden die zeggen van ja, en wat nu als het onvoorzien toch gebeurt? En kan je dat dan alsnog verrekenen? En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar wat moet ik dan nu doen in nieuwe overeenkomsten? Ik heb het er net al even over gehad. Je moet dus nu die omstandigheden die bij jou bekend zijn en die misschien gerelateerd zijn aan corona, gerelateerd zijn aan het niet beschikbaar zijn van allerlei containers, waardoor je vrachten veel duurder zijn, brandstoffen die ontzettend duur zijn geworden en waarvan bepaalde onderdelen, bepaalde sectoren heel veel last hebben.
Je moet het nu gaan melden. Je moet dus ook daarvoor gaan waarschuwen. Je moet zeggen, joh, ik ben bekend met omstandigheden die voor jouw opdrachtgever en voor mij als opdrachtnemer van belang zijn bij het aangaan van de overeenkomst. Want die kunnen gevolgen hebben voor de prijs, maar ook voor de bouwtijd. En we kunnen op dit moment elkaar wel aankijken en zeggen van, joh, nee, ik heb hier die glazen bol. En ik weet wel hoe daarmee om te gaan, maar dat is dus niet zo. De mensen weten dat helemaal, dat kun je niet weten. Je kunt hem ook niet afprijzen, want dat hoor je heel veel opdrachtgevers ook roepen. Nou, prijs hem toch af. Prijs hem af. Ja, hoe dan? Per definitie te veel, per definitie te weinig. Maar je kunt het niet weten. Hoe kan je dat nou, hè? Als iets onvoorzien is het onvoorzien en dan weet je niet wat het is. Zo simpel is dat. Ik kan hem ook niet afprijzen. Dus maak er alsjeblieft afspraken over. Ik heb de clausules er net al een keer aangehaald en ook die staan gewoon op de site voor het doorberekenen van prijsstijgingen en bouwtijdverlenging, voor de hele crisisverhaal in Oekraïne. Denk nou niet dat je met één van beide er bent, hè, want de ene ziet eigenlijk over doorberekenen prijsstijgingen en bouwtijdverlenging als gevolg van allerlei aan corona bijvoorbeeld gerelateerde omstandigheden. De andere ziet echt alleen op de Oekraïne. Dus ga nou niet alleen de ene bepaling gebruiken, de andere niet. Maar zorg ervoor dat je zelf die bepaling gebruikt en misschien allebei als dat van toepassing is. Of maak andersoortige afspraken met elkaar. Maar zorg ervoor dat het risico wordt onderkend, dat je er goed naar kijkt en dat je weet waar je aan begint en niet dat je achteraf pas met een probleem komt. Want hier komt hij. Eigenlijk, we hebben hem er net al behandeld. Dat is maar goed ook, want ik zie de tijd heel snel voorbij gaan. Maar waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen. U heeft daartoe de plicht. Het is relevant voor u allebei. Prijzen, levertijden, kwaliteit. Daar gaat het allemaal om. Ga niet zomaar een ander product betrekken als u een product voorgeschreven hebt gekregen, zonder dat u de opdrachtgever daarin betrekt. Ga niet zomaar ineens zelfstandig op een andere manier te werk dan wat u heeft afgesproken. Maar waarschuw daar tijdig voor en zeg van, joh, ik voel mij nu genoodzaakt helaas om het zo te doen en ik wil met u in overleg. Daar hebben we overigens ook een conceptbrief voor, ook weer op de site, die je kunt gebruiken en waarin je kunt aangeven van, hey, ik heb een probleem en het betreft deze onderdelen. En het zijn die prijzen en het zijn die levertijden. Daar heb ik een probleem mee. Wat we nu zien in de staalbranche, maar ook in hout hebben we het ook een tijdje gehad. Ik weet niet of het nog steeds zo is hoor, daar ben ik wat minder in thuis allemaal. Maar heel veel producten waarin leveranciers zeggen van, u mag het wel van bij mij bestellen, maar vraag mij nou niet wat het over een maand kost. En vraag mij nou niet hoe lang het nog duurt. Want die zitten in eenzelfde vergelijkbare situatie als wij dus allemaal. En wat dat betreft zitten wij ook aan de verkeerde kant van de keten. Want wij zijn ook afnemer in die keten. Wij kopen die materialen en wij huren dat personeel in. En wij, dus daar hebben we allemaal mee te maken. Dat overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dat is dus heel erg belangrijk. Met het oogmerk om de nadelige gevolgen te beperken over en weer. Die redelijkheid en billijkheid die niet alleen in die wet zo helemaal versleuteld zit, maar die eigenlijk in die samenwerking als vanzelfsprekend moet worden ervaren, die wil ik aan iedereen vragen. Pak het op, ga het doen voordat het uit de hand loopt en je met veel ergere consequenties wordt geconfronteerd. Bouwtijd en bouwtijdverlenging. We hebben te maken met een situatie waarin levertijden onder druk zijn komen te staan. Niet alleen omdat de Oekraïne niet meer levert, en die leveren nogal wat. Dat is niet alleen hout en staal wat zij doen. Maar dat zijn ook allerlei metalen, zoals ook kostbare metalen die je niet heel erg veel terugvindt in bouwmaterialen, maar wel bijvoorbeeld in je materieel, wat vaak technisch is van aard. Dat is een risico. Dat is ook een risico voor de opdrachtnemer. Niet alleen voor de opdrachtgever, maar ook voor die opdrachtnemer, want die wil het ook op tijd krijgen. Die opdrachtnemer die krijgt dat risico wel primair bij zich gelegd. Jij gaat een bouwtijd aan en dat heb je dan maar na te komen. Maar er zijn wel tenzij's. En die tenzij heeft eigenlijk betrekking op, nou ja, precies hetzelfde als bij die prijzen. Als je dat niet kunt weten, dan heb je het ook niet aangeboden in je overeenkomst. Als je het risico niet neemt, niet hebt genomen expliciet, dan kun je hem ook niet dragen daarmee. En daarom zijn er allerlei regelingen in de UFGC, en ik heb er een paar op deze sheet
op een rij gezet. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer voorwaarden waar het in staat. Maar er zijn regelingen die daar rekening mee houden. En dan kunt u op grond van onvoorziene omstandigheden, leverproblemen die u ervaart zonder dat u daar iets aan kunt doen, kunt u vragen aan uw opdrachtgever om een verlenging van de bouwtijd, zodat u niet achteraf geconfronteerd wordt met claims, een korting vanwege overschrijding van de bouwtermijn, de opleveringsdatum. Nou, ook daarvoor hebben we handvatten aangeboden in een zogenaamde aanwijzing. Als u kijkt op de site, en ik heb hem hier op de slide ook staan, dan ziet u een aanwijzing leveringsproblemen en bouwtijdverlenging. Op de site even de zoekfunctie gebruiken daarnaar en u vindt hem. Goed, dat in een nutshell, hè, want let wel, we moesten alles binnen een bepaalde tijd moesten we dit vertellen. Dus het zijn allemaal hoofdlijnen, dat hebben we graag gedaan. Afsluitend, een laatste vragenronde. Ja, nou dankjewel. Die zijn er gelukkig ook binnengekomen. Een vraag, en je hebt het er net al over gehad. In het aanzienlijkheidsvereiste ziet met name op prijsstijgingen. Niet zozeer over de overige gevolgen, late leveringen met indirecte kosten tot gevolg en dus bouwtijdverlenging. Deze tellen niet mee in het aanzienlijkheidsvereiste, maar hebben wel degelijk financiële impact. Moet men dan de aanwijzing waar je het net over had in gaan zetten? Hoe kijken jullie daarna? Arno en Joost, ben ik benieuwd naar. Moet jij er wat over zeggen? Nou, jij hebt het aanzienlijkheidsvereiste met jouw aanwijzing. Ik vul wel aan. Goed. Ja. Kostenstijgingen omvatten heel veel soorten. Als je het hebt over paragraaf 47 UAV, dan heb je het over het aanzienlijkheidsvereiste ook expliciet, want die staat daar expliciet in benoemd. Dan heb je het over allerlei soorten kosten die kunnen stijgen. Ook die tijdgerelateerd zijn. Dus het is zeker niet zo dat dit nou alleen maar over materiaal of materieel gaat. Of over brandstoffen of over lonen gaat. Het gaat ook over tijdgerelateerde zaken. Dus die zou je daarin gewoon mee kunnen nemen. Ja, helder. Het is goed om dat wel gewoon te benoemen. Ja. Om heel helder te zijn naar elkaar van, joh, het kan zijn dat ik bouwtijdverlenging nodig heb, want dit en dit is aan de hand. Dat betekent ook dat er aan de tijd gerelateerde kosten kunnen zijn waarvoor ik bijbetaling verlang. Dat kan een ketenpark zijn wat langer staat. Dat kan zijn dat je materieel hebt gehuurd wat nu langer gehuurd moet worden. Dat is het personeel wat langer aan de slag is. Nou, daar kan je met elkaar afspraken over maken. Hoe gaan we nou om met dat risico? Wel degelijk mogelijk. Ik zou daar wel toevoegen, Niels. 1. Neem dat ook mee in je waarschuwing. Ja. Geef daar een duidelijke opsomming van. Het liefst ook met een klein beetje een kostenindexatie of een kostenopstelling als het mogelijk is. Maar 2. Vergeet niet, je hebt prijs, je hebt tijd. Maar ik zeg sinds een aantal jaar, vergeet ook niet die MV-belofte die je gedaan hebt. Ik ga zorgen dat ik het op die manier uitvoer met minder hinder voor de omgeving. Of ik ga het echt binnen die tijd uitvoeren. Doe je dat niet, krijg je daar een boete op de kop. En door deze ingrepen zou het kunnen zijn dat je eigen MV-belofte niet kan nakomen. Nou, dat valt jou niet te verwijten, maar neem dat dan wel mee in je melding. Dat is wel de derde stap wat mij betreft. Dus en kosten, en tijd, maar ook je MV-belofte. Goede aanvulling, Joost, dankjewel. Ik heb nog twee vragen en dan zijn we er voor deze ochtend. Die vraag is van Hein de Haan, hij is senior inkoopadviseur bij Waternet. En hij vraagt, moeten we niet meer denken aan risicomijdende oplossingen? En bijvoorbeeld meer alternatieve materialen toegankelijk maken in de bestekken. Dus als dat ene materiaal niet beschikbaar is, dat je kan verlaten op een ander materiaal. En daarmee dus ook die risico's daarmee probeert te dempen. Heel goed idee. Of het risico mijdend is, dat denk ik niet. Het is wel, als het risico zich openbaart, dan kun je er wel een oplossing in vinden. Door met elkaar een andere werkmethodiek af te spreken, een andere leverancier af te spreken van bepaalde materialen, heel andere materialen toe te passen, waar misschien minder of geen problemen mee zijn. En je kunt ook denken aan het vereenvoudigen, waar ik het er net over had, het vereenvoudigend werk. Oké, dan maar geen marmer op de vloer, maar het wordt een keramische tegel. Waarom? Om daarmee de prijsverhoging bij een ander element van het werk te compenseren. Dus ja, hele goede suggestie van Hein. Ik zou hem zeker opnemen in de uitvraag. Sta toe om alternatieven aan te bieden. Zeker op momenten zoals deze. Ja. Als aanvulling, Joost, denk ik, Niels, terechte opmerking van Hein. Maar dat is natuurlijk wel iets meer van de lange adem. En we zitten nu met een acuut probleem. Ja, het zit met name de vragen die wij krijgen op kantoor, zien toch op de brandstoffen en de gas.
Ja, natuurlijk. We zijn als Nederland zijn heel druk bezig om agenda na te leven. Dus daar worden stappen gezet. Maar dat gaat toch wat te lang duren op dit moment. Hè. Dus ja, voor de dit acute is natuurlijk maatregelen, van de een op de andere dag ja, zit aan de hand. Ja, dus Hein heeft zeker gelijk. Alleen voor dit moment ben je gewoon overgeleverd aan gas en brandstof, vrees ik. Voor een groot deel. Ja, helder. Ik heb er nog twee. Er is nog eentje bijgekomen, die wil ik toch ook graag stellen. Maar eerst de eerste. Die is van J.G. Bomhoff van de Norel Bouwgroep. En hij zegt, ik heb een overeenkomst met een onderaannemer voor een staalconstructie. De prijs is vast. En de staalbouwer wordt geconfronteerd met een prijsstijging van 35%. En dat wil hij doorberekenen. We worden nu voor het blok gezet, omdat hij anders helemaal niet meer wil leveren. Wat kunnen ze doen? Nou ja, we hebben net laten zien dat de onderaannemer haakjes heeft waar hij het aan kan ophangen. Dus ik denk dat hij met reden aanklopt bij de hoofdaannemer. Het eerste wat die hoofdaannemer wat mij betreft moet proberen te doen, is natuurlijk naar zijn opdrachtgever doorleggen. Maar daar heeft hij wel een iets grotere drempel, omdat het aanzienlijkheidsvereiste waar Arno het net over had, ziet op zijn totale aannemsom, terwijl de onderaannemer alleen voor het staal komt, ja, heeft hij daar misschien nog allerlei andere posten bij zitten. Maar dat zou denk ik de eerste stap moeten zijn, direct melding maken, het stappenplan wat Arno net besprak, richting de opdrachtgever. Ja. Want de onderaannemer heeft recht en reden om daar met dit soort bepalingen aan te kloppen. Kijk, en let wel, dit is nou precies hetgeen waarom ik daarnet heb gezegd van ja, hoe moeten we nu eigenlijk kijken naar die regeling van paragraaf 47, naar dat aanzienlijkheidsvereiste, is dat nou allemaal fair of moeten we op een andere manier daarmee omgaan? Ik bepleit een andere manier, waarbij het percentage wat je hebt opgenomen als risico, dat ook echt het maximum is wat je aan risico loopt als aannemer, dat heb je in je aannemersom verdisconteerd. Niet meer dan dat. En dat zou dus in dit soort gevallen ook wat lucht kunnen geven over en weer. En op het moment dat dan jouw staalleverancier bij jou aankomt en zegt van, hey, ik heb hier een probleem mee, dan zou je misschien op die manier toch wat dat risico kunnen beperken over en weer. Ja. Maar nogmaals, ook dit is zo'n geval waarbij je ja, in redelijkheid ook weer met je opdrachtgever in overleg moet gaan. Moet kijken, hoe gaan we hiermee om? Kunnen we misschien een gedeelte in een ander materiaal uitvoeren dan alleen maar staal? Zijn er mogelijkheden hier om de nadelen over en weer te beperken? Ja, probeer ook die opties inderdaad ook allemaal mee te proberen. Ja, misschien moet je het dreigement van de onderaannemer maar proberen uit te buiten. En te zeggen opdrachtgever, ja, u gaat misschien roepen dat ik geen aanspraak kan maken op kostprijsverhogende omstandigheden. Maar mijn onderaannemer heeft daar wel recht en reden. Ja, zegt u het maar, als hij alles staakt, dan ligt het werk stil, hebben we uitloop, komen er kosten bij. Zit u ook niet op te wachten, dus wij moeten hier in overleg. Ja. Ja, het is weer een gezamenlijk belang. Hè? Ja. Je wordt gezamenlijk getroffen door zoiets. En dan moet je ook echt gezamenlijk de schouders eronder zetten. En dan kan zo'n argument nog extra gewicht in de schaal leggen. Laatste vraag die ik aan jullie wil voorleggen. En dan gaan we afronden. Dat is een vraag van Wil Pronk van bedrijf K. Dekker. En hij vraagt, welke rechten en plichten heb je als opdrachtnemer wanneer een opdrachtgever geheel niet ontvankelijk is voor doorberekening van prijsstijgingen? Mag je bijvoorbeeld het werk stilleggen totdat je overeenstemming hebt? Een zwaar middel natuurlijk, maar mag dat? Ik vind het een heel zwaar middel. Hè? En voordat je dat doet, dan moet je echt wel heel erg uitgesproken zijn met elkaar. Doe je dat, dan moet je ook niet denken dat jouw relatie op zeer korte termijn beter wordt met zo'n opdrachtgever. Maar een nucleaire optie. In rechten wordt het ook vaak niet op prijs gesteld als je dat doet. Dan wordt er ook vaak gezegd, had u daar niet even mee kunnen wachten? Had u niet in eerste instantie dan maar de nadelen zelf moeten dragen om daarmee de schade bij de ander te beperken? Want het is ook een verplichting volgens de wet, dat als er schade is bij een ander, dat je wel al die maatregelen treffen om dat te beperken, om dan het werk stil te leggen, ja, dan is dat is wel een enorme ingreep. Een enorme ingreep. Dus ik zou daar dus niet te snel toe overgaan. Wij adviseren dat eigenlijk zelden tot nooit in dit soort situaties. Het is een heel gevaarlijk instrument, denk ik. Ja, er zijn wel haakjes, ik heb Arno dat ook horen zeggen. Maar wat nu als de opdrachtgever zegt, ik ga ofwel een kort geding tot nakoming starten, ofwel ik stel u in gebreken en als u niet nakomt, dan ga ik ontbinden en ik zet u van het werk af. En dan ga ik naar een ander, dat kost meer geld, ik ga die kosten als schade ga ik op u verhalen. In beide scenario's ben je verliezer. Dus wij adviseren dat als advocaat eigenlijk
bitter weinig in dit soort situaties. Ik wil jullie hartelijk danken voor de toelichting en voor jullie verhaal vandaag. Ik wil de kijkers bedanken voor het kijken naar dit webinar. Jullie hebben in grote getale deelgenomen, dus dat stemt ons blij in ieder geval. Weet ook, ik herhaal het nog maar een keer, dat het hele webinar ook terug te kijken is op de site van Bouw in Nederland, dus bouwinnederland.nl. En dat we ook werk van maken van eventuele vragen die we niet in dit webinar hebben kunnen meenemen. Die gaan we nog uitwerken en daar ook bijvoegen. Rest mij niets anders dan Arno Duiverman en Joost Haast hartelijk te bedanken voor hun verhaal. En jullie voor het kijken en tot de volgende keer.